Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe workout met koolhout. In deze video ga ik het trainingsschema delen die ik laatst voor iemand uit de community heb gemaakt. En ik vond het eigenlijk wel een goed schema. En ik wilde ook gewoon um, eventjes een videobeeld bij het trainingsschema geven voor die persoon. Omdat er wel wat oefeningen bij zitten waar ik een kleine uitleg bij heb. Trek je sportkleren aan, pak een matje, je weerstandsband en uh, laten we beginnen. Het is een schema voor drie dagen, dus als je drie keer per week wil sporten. En het is een schema die je hele body traint: een lower body, een dag upper body en een dag full body. Als jij nog nooit gesport hebt, kan het zwaar zijn. Maar je kunt het zo zwaar maken als je zelf wil door gewicht toe te voegen aan de oefeningen. Ik heb de oefeningen allemaal opgenomen zonder gewicht. Maar laten we er gewoon even doorheen lopen. Oké, okay, dag 1. En nu mag je zelf invullen of je begint met lower body of uh, upper body. Ik begin in ieder geval met lower body. Dit zijn homeworkouts, maar mocht je toegang hebben tot de sportschool, dan kun je deze oefeningen zeker ook in de sportschool doen. En dat maakt het wel makkelijker, omdat je dan gewoon fatsoenlijke gewichten kan gebruiken en echt op zware krachttraining kan gaan trainen. Tot die tijd moeten we gewoon lekker thuis sporten en dan is het gewoon ook een homeworkout. Ik heb hem nu ook thuis opgenomen, dus dan weet je precies wat je kan doen. Laten we beginnen met lower body. De eerste superset, en laat ik eerst even uitleggen wat een superset is. Dat is um, dat je twee oefeningen combineert met elkaar. Dus de eerste superset is een sumo squat en een hip thrust. Dus die doe jij. Je doet twaalf keer de sumo squat en dan twaalf keer een hip thrust. En dan ga je pas Pauze houden. Dus je hebt geen break tussen de sumo squat en de hip trust oefening. En dat maakt het een superset. Um, ik heb ervoor gezorgd dat als jij uh, één oefening doet, dat je andere spieren gebruikt in die andere oefening binnen de superset. Dus dat je niet twee keer dezelfde spier aan het vermoeien ben. Want daardoor zou je anders best wel zwaar kunnen krijgen. En dan kun je niet optimaal uh, de oefening uitvoeren. En dat zou zonde zijn. En dat gaat verloren in kracht wat je erin kan stoppen. Dus een sumo squat. Hierbij zet je de be je benen iets wijder uit elkaar... Dan uh, je gewend bent van een gewone squat. Je focust ook op je knieën naar buiten te duwen. En dat is een van de grootste dingen die fout gaan bij squat, is dat de knieën naar binnen vallen. En het is belangrijk dat je dus ja, je knieën boven je enkels blijven bij een squat. En dat is zwaar. En dat maakt de squat ook zwaar. En dat maakt de squat ook moeilijk. We, eigenlijk doen we alles twaalf keer uh, en dan drie keer. Oké, okay, dat is een beetje verwarrend. We doen het twaalf herhalingen en drie sets. Oké, okay, dus we hebben nu die sumo squat uh, uitgelegd. Gaan we naar de hip trust? Ja, dit is de beste compound oefening voor je billen. Je gaat liggen. Dit kan, ja, dit moet op een verhoging. En je, ik, hier heb ik ook de weerstandsband omgedaan. Gewoon om de houding beter te hebben van deze oefening. Maar ook om het iets zwaarder te maken. Dit is een oefening die moet je eigenlijk heel zwaar doen. Begin eens bij 50 kilo. Als je in de sportschool kan trainen. Zo, nu kan dat niet. Dus probeer hem gewoon zo zwaar mogelijk te maken. Je kunt hem eventueel ook single leg doen. Dan wordt hij echt heel zwaar. En dan zou ik er niet zo snel als je een beginner bent gewicht bij doen. Uh, in ieder geval, je ziet het, hoe ik het zo voordoe. Je drukt je billen omhoog. Hierbij span je je koor aan, dus je buikspieren, is belangrijk. En um, verder is je rest van je lichaam redelijk ontspannen. Boven, boven je tepels, om te zeggen. Je moet niet zo zo zitten, maar ook niet zo. Dus uh, een, een, een neutrale houding aannemen. En knijp op het hoogste punt. Knijp in die billen. En nee, niet met je handen in je billen knijpen. Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel je spieren aanspannen van je billen op het hoogste punt. En neem je rust voor deze oefening. Dus twee seconden omlaag, twee seconden omhoog. En dan vasthouden. Een seconde bovenin. Deze doe je ook twaalf keer. En dan heb je de superset gehad. En mag je dus even 30 seconden rust nemen. En dan begin je opnieuw. Weer 12 keer een sumo squat. 12 keer een hip thrust, 30 seconden rust. En dan voor de laatste ronde doe je drie keer. Dus je doet 3 keer een set. Uh, dus dan ga je weer 12 keer sumo squat. 12 keer een hip thrust. Ik ben heel erg uitgebreid aan het uitleggen wat we moeten doen. En <laughs> ik merk dat ik uh, best wel veel oefeningen in deze video heb zitten. Dus misschien moet ik ietsje sneller er doorheen gaan. Ik kan me voorstellen dat je dan nog vragen hebt. Vraag ook vooral in de comments hier beneden wat, um, wat je, wat, als je iets onduidelijk is. Gaan we naar de volgende superset. En de volgende superset is een single leg squat en een hip bridge. Vergelijkbaar met de vorige: Verhe ja, leg je één been hoog uh, op een verhoging. En doe je zakje er doorheen. Dit kun je ook zien als lunge. Het ligt er een beetje aan welke been je volgens mij. Op, uh, ...of je je voorste been verhoogt... ...of je achterste been verhoogt. Voor mij is dit een single leg squat. Misschien is het niet goed. Ik heb nog geen examen gedaan, dus ik mag fouten maken. Ik heb hem op de video zonder gewicht gedaan. Dus kun je verzwaren door... Uh, ...tassen met boeken in, in je hand te houden... ...of uh, een fles water... ...of fles wijn uh, in beide handen. Het, probeer wel in beide handen... ...een gewicht te houden, zodat je in evenwicht bent. En dan ga je door naar de hip bridge... Die, bijna hetzelfde is als een hip trust, alleen uh, lig je uh, je schouders op de grond in plaats van op een verhoging. Hier heb je ook de weerstandsband om weer bij de hip bridge en deze kun je ook verzwaren. Verzwaar je het in gewicht of verzwaar je het in uh, om het single leg te doen. Dan gaan we door naar de volgende superset. Ook deze vorige superset moest uh, 12 keer herhalingen en dan drie keer de superset doen. Uh, dan de laatste superset die je eigenlijk moet doen. Is een wall sit. Hier kan je ook weer de uh, weerstandsband omdoen. Mocht je geen weerstandsband hebben, ik, ik verkoop ze letterlijk in mijn webshop. Er zit geen verzendkosten op en uh, ze zijn mega chill. Uh, ik heb nog nul slechte ervaringen gehoord van mensen ermee. Dus nou ja, mocht je nog goede weerstandsband uh, zoeken, aanstelling. Oké, okay, dus een wall zit met een weerstandsband en daarna een stiff, -le -de stiff leg deadlift. Nou heb ik deze heel slecht voorgedaan in, het, uh, in um, de video. Omdat ik deze zelf dus altijd met een stang doe met gewicht eraan. Omdat die, die hebben wij thuis. Um, maar ik wilde deze video laten zien dat het een home workout is. Dus uh, wel van belang om hier bijvoorbeeld flessen water of een tas met uh, veel boeken erin. Uh, als gewicht te gebruiken en het is dus belangrijk, kijk die wall. Sit is belangrijk dat je rug de muur raakt, dus niet helemaal hol trekken. Dat uh, laat ik ook zien een beetje in het, in het videootje. En bij die stiff leg deadlift is het belangrijk dat jij je benen niet op slot zet, maar je moet ze wel recht houden, snap je? Dus je moet niet door je knie heen. Knakken, weet je wel? Ja, je weet wel wat ik bedoel. Um, je moet ze lichtjes gebogen houden, maar echt in die mini lichtjes. En, en dan, dus uh, eigenlijk, duw je je kont naar achter. Dus je moet je rug nog recht houden. Snap je? Dus je duwt je kont naar achter. En dan zou je het dus moeten voelen in je hamstrings. Dan doe je het goed. Hier, ik kan me voorstellen dat hier vragen over zijn. Laat ze vooral even weten en dan kan ik het beantwoorden. En misschien kan ik je nog een, een, een Snapchat sturen met hoe het moet. Oké, okay. dat waren eigenlijk de supersets. Uh, deze doe je dus ook 12 keer. Um, allebei. En dan drie keer de superset. En dan heb ik altijd um, bij iedere dag. Heb ik niet opgenomen, want ik ben er bijna zeker van dat iedereen weet hoe deze moeten. Um, iedere dag sluit je af met. Uh, 30 seconden side plank beide kanten, dus dat zijn voor de buikspieren. Uh, 30 seconden crunches en 30 seconden leg raises. En dat is dus dat je ligt op je grond en je doet je benen recht omhoog en dan laat je ze zakken tot net boven de grond en dan weer omhoog. Hierbij is het ook belangrijk om je rug tegen de grond te duwen, dus niet hol. Uh, en dat is eigenlijk de oefening, uh, de eerste, de lower body home workout. Dan gaan we naar de dag twee, de upper body home workout. Ik neem even een slok thee. Oké, okay, dit is de upper body en dan beginnen we met, dit zijn ook weer supersets. Dus er zijn drie supersets, zes oefeningen. En vervolgens dan die cooling down voor je buikspierkwartier, noem ik het altijd maar. Uh, oh ja, die side plank crunch en leg raises moet je ook drie keer doen, hè? Dus drie keer 30 seconden. Dag 2, of dag, workout 2, is de upper body. Je begint met een plank en een push-up. Dat is de superset. De plank doe je 30 seconden. En deze moet je dus opbouwen naar 45 seconden. Als je 30 seconden te makkelijk vindt, dan ga je door. Heb je 30 seconden gehaald, de eerste keer dat je het doet... Maar wel zwaar, dan daag ik je uit om de volgende keer dat je bij dag 2 upper body komt, om dan 5 seconden langer te doen. En push-up doe je 12 keer, maar dit mag ook op je knieën. Ik kan hem ook niet op mijn tenen, dus 12 keer. Probeer hem 12 keer te doen en anders doe je 2 keer 6, uh, maar als je er maar 12 doet. En dan hou je 30 seconden rust en dan ga je weer uh, planken. 30 seconden en push-ups doen 12. Dit is een heel zware, vind ik zelf. Uh, dit dus doe je ook weer drie sets. En dan gaan we naar de volgende superset. Dat is een bicep curl en een dip. Oké, okay, de bicep curl moet met gewicht. Hiervoor heb ik een fles wijn gepakt. Je kan, uh, die is niet zo zwaar. Uh, je wil dit waarschijnlijk zwaarder doen. Uh, tassen met boeken erin zijn echt een uitkomst voor dit. Uh, let wel op dat je je pols recht houdt. Niet uh, zo. Die moet echt zo kunnen blijven. En probeer bij de bicep curl um, niet helemaal naar beneden te doen, maar tot 90 graden en dan weer omhoog. Hou hem ook even vast en omhoog. En dan uh, tricep dips. Je, deze kun je letterlijk overal doen. Op iedere verhoging ga je zitten. Uh, en je dipt met je billen naar beneden. Waardoor je ja, je gaat hem voelen in je triceps. Deze doe je allebei. De bicep curl doe je twaalf per kant. Je kunt ze ook tegelijk doen hoor. Ik heb ze nu uh, per arm gedaan, maar je kan ze natuurlijk tegelijk doen. En de dips doe je ook twaalf keer. Eigenlijk zou je de dips moeten doen tot falen. Maar dat laat ik even aan jou zelf. Uh, dat is de tweede superset. Dan gaan we naar de derde duper, sup, de super duper set. Dit is een hele makkelijke, een dumbbell row en een dumbbell press. Nou, de row, dan ga je leunen op een, op een bankje en die trek je omhoog, de wijnfles of de tas met boeken. En bij de dumbbell press, ik had nu even dat ik hem verhoogd had, dat kan, dan ben je meteen een klein beetje je billen aan het trainen ook. Maar het is ook helemaal prima als je hem op de grond doet, met je schouders op de grond en dan vanuit je schouder naar boven duwen. Bam, bam, bam. Probeer deze ook zo zwaar mogelijk te maken. Dan moet je nog wel de. Side plank, crunch en leg raises doen. En dan zijn we al aangekomen bij de laatste dag. Dat is dag 3, full body. Dit is eigenlijk een mix van alles wat je al gezien hebt in de vorige twee dagen. We beginnen met de push-up. Waarom heb ik zoveel push-ups erin gedaan? Ik haat push-ups. Maar goed, we beginnen met push-ups 12 keer in superset met een kettlebell swing. Een kettlebell swing, ik heb nu een uh, wine bottle swing van gemaakt. Ik zou deze in de sportschool met 14 kilo doen. Dus probeer daar naartoe te gaan, nou die 14 kilo. Je rug ook recht houden. Je moet deze eigenlijk uit je heupen halen. Dus je buigt je heupbuiging naar een strek op je heup. En uh, snap je? Dus daar, en de rest moet dus recht blijven. Ja, dit... ik kan dit zo slecht uitleggen in een video, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Uh, deze doe je allebei 12 keer en dan mag je 30 seconden rust houden en dat is één superset. De superset doe je drie keer. De volgende superset zijn squats. Dus dit zijn niet die sumo squats waar je breder dan je breder gaat staan, maar juist gewoon. Dus eigenlijk een beetje op je schouderbreedte, zet je je voeten neer. Ik heb hierbij een weerstandsband omgedaan omdat je hem dan als waarder maakt zonder gewicht toe te voegen. Hierbij vind ik het heel belangrijk dat als je een uh, weerstandsband om hebt, doe jij sneller een sumo squat of een squat in het algemeen correct, omdat jij je focust ook op je knieën naar buiten te duwen. En dat is een van de grootste dingen die fout gaan bij een squats is dat de knieën naar binnen vallen. En het is belangrijk dat je dus ja, je knieën boven je enkels blijven bij een squat. En deze kun je... Ik heb deze met een fles wijn in mijn hand. Maar ook hier kun je dus een tas met boeken gebruiken om het te verzwaren. Het is belangrijk dat je deze ook verzwaart als je denkt dat het makkelijk gaat. Deze kun je voor je houden. Je kunt hem ook zo in je nek houden, hè? Als een stang, maar dan een tas. Samen met de dumbbell row. Dus uh, op een verhoging en um, naar je toe trekken. En dan die dumbbell row per, per arm twaalf keer. Dan mag je 30 seconden rust houden en dat is weer een superset. Ga, moet je drie keer die superset doen en ga je door naar de volgende en laatste superset van deze workout. Dat is de hip thrust en de dumbbell press. Nou, ik heb ze allebei al uitgelegd, dus daar ga ik eventjes geen woorden meer aan vuil maken. Deze doe je ook 12 keer. En dan ben je bij het side planken crunch en leg raises aangekomen. Alle drie 30 seconden, alle drie drie keer. En dat is het trainingsschema wat ik heb gemaakt voor uh, iemand anders. Um, ik ga, denk ik, deze ook gewoon eens proberen en uh, een paar weken vol te houden. Ik hoop dat jullie ook gezellig meedoen. Ik hoop dat dit jullie een beetje inspiratie gaf en motivatie om lekker zelf te gaan trainen. Zich betrapt. Ik hoop dat je inspiratie en motivatie gaf om lekker te gaan trainen. Ik ben ook wel benieuwd, zijn jullie, willen jullie meer dit soort uh, full body workouts of willen jullie ook meer billen workouts? Wat ik kan me voorstellen, of juist upper body? Laat het me allemaal weten in de comments. Ze staan open en ik ben heel blij om al, al jullie suggesties te lezen en uh, jullie vragen te beantwoorden. Dus laat het vooral weten. Dankjewel voor het kijken voor weer uh, naar deze workout met call-out. Die best wel een tijdje stil heeft gelegen. En ik hoop dat, uh, dat die goed ontvangen wordt. En dat ik de, de, de drive vind om lekker door te gaan met workout, met call-out. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!